uitleggen. Wat kan je uitleggen? Ja. Wat dan? Ik ben ons kwijt. Oké, nu heb je gewoon toch deze aansluiting zo. Dat klopt helemaal netjes. Robin is vast begonnen met het uithakken van dit hier allemaal. Je bent dood! Ik ga ook dood! Nee, ik had hier nooit in moeten springen. Ah! Oh mijn god! Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn, jongens. En hallo. We zijn er weer. En meisjes trouwens, dat mag ik echt niet meer vergeten. We zijn er weer. Het is donker. Daar is de raket en we zijn in Content Veen. Jongens, ik begin mijn aflevering hier bij het treinstation, want ik log in na een hele week weg zijn. En ik zie dat hier een kist is met een minecart en daar zit in... Wow, er is een brug. We hebben een brug. Ik wil dit hier weggooien, zo... Doei, Rick. Maar we hebben een brug naar Floor en een pad. We hebben een brug naar Floor der huis toe. Wat lijp. Floor, we zijn nu officieel gewoon echt buren die geconnect zijn met elkaar. Wauwie. Jemig, Floor, wat heb jij hier gedaan? Het is de hele farm. Die is lekker aan het no-life, joh. Voor de duidelijkheid, ik ben dus een hele week weg geweest. Dus er is waarschijnlijk van alles gebeurd op de server. Terwijl ik er niet was, dus ik ben heel benieuwd. Ik was namelijk even een weekje Tessel. Maar we hadden dus post en ik kan het helaas niet laten op het simpele abonneren op Rick Force. We moeten daar even... Laten wij dan ook alles gaan pakken. Ah, ik wist dat er iets onder zat. Ik zat al te kijken naar dit en zo. Ik denk, dat kan niet veilig zijn. Nee, het zit overal ook echt. Oh, hier niet. Hallo Max, ik had te veel, dus ik dump dit bij jou. Ik hoop dat je het kan gebruiken. Als je nog meer nodig hebt, kom zeker langs. Groetjes Nathan. Wat heb je gedumpt dan? Steen en andesite. Ja. Nathan, dit waardeer ik heel erg. Ja, ja en nog eens ja. Heb je mijn beest al gezien? Hij is toevallig net gejoined. Nee, maar dat ga ik wel doen. Oh mijn god, Nathan. Wat heb jij veel steen voor mij. Kijk, al dat steen dat ik ineens heb. Deze kist. En er staat hier trouwens nog een kist. Cadeau voor Marcus van... Jongens, we zijn gewoon terwijl we weg zijn geweest. Hebben we gewoon cadeautjes gekregen voor deze. Laten we even kijken wat er in deze mooie kist zit. Cadeau voor Marcus van Plakkers. Abonneer op Rick Force. Nee! Ik denk nou, er komt legit hier wat gewoon. Maar het is wederom alleen maar poepzooi van Rick. Wat ik net... Mijn bed. Hij gaat hem nu ook terugkrijgen ook. Hier, rot vlees krijgt hij gewoon van me. Hier, rot vlees met abonneren op Walnut. Rick, we gaan ervoor. Echt waar. Nu krijg je hem ook. Je krijgt hem en op de post gewoon. Versturen we die vast. Tot ziens. Maar we gaan nog meer achterlaten in zijn stinkbeest van hem. Dus we gaan zelf ook die kant op. En ik hou van dit spoor. Dit is gewoon echt geweldig. Kijk, nu kunnen we ook even kijken naar Floor. Jezus, het ziet er lijp uit, zeg. We zijn lekker onderweg, jongens. Naar Rick's beest. Want we gaan daar nog meer abonneren op Walnut. Stukjes vlees achterlaten. Want dit kan echt niet op deze manier. Dit kan niet zo langer. Waar zijn we? Aangekomen in zijn koninkrijk. En dan gaan wij ten eerste dit even zo doen. Want dan kunnen de zombies allemaal niet naar binnen. Nou, dan gaan we in elke kist die heeft, gaan we abonneren op Walnut achterlaten. Minimaal eentje. We gaan gewoon elke kist gewoon dumpen we het. Hey, zijn trap is veranderd. Hij loopt nu recht omhoog. Abonneer op Walnut. Deze kist. Abonneer op Walnut. 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 Ik heb er nog twee over en het zit echt in elke kist zit er eentje. Maar waar kan ik die laatste twee doen? Ja. Ja, dat vind ik een leuke. Gewoon nog eentje hier in de middelste furnace. Weet je wat? Abonneer op Walnut. Dat vind ik het wel mooi geweest. En doen we hier. Abonneer op Walnut. Dat is heel lelijk, maar het staat er wel. Abonneer op Walnut, abonneer op Walnut. En dan daar. Zo. Dat vond ik een goede deal dit met Rick. Hè? Goed opgelost. Nu gaan we kijken of we nog meer probleempjes hebben. Zoals dat magma probleem in ons base. Ik heb intussen tijd een afspraak gemaakt om even langs te komen bij Betaballs. Oftewel Nathan, oftewel Ling Ling. Want ik moet ook even zijn base zien. Maar eerst, wie heeft dit gedaan? Welke snol heeft dit gedaan? Ik heb wel lekker veel white carpets nu. Of heeft hij van mij gestolen? Oké, volgens mij heb ik alles nu gedaan. Wat ik wel binnenkort dus ook wil doen is mijn chestroom even groot te maken. En ik heb een nieuwe farm nodig. Want ja, ik heb dit wel leuk hier. Maar ik wil ook gewoon even een andere plekje voor mijn farm en zo. En dan misschien een automatische. Daar ben ik vooral even benieuwd naar. Maar laten we nu naar Nathan gaan. Want ik wil zijn beest graag zien. Reno en Betaballs. Jezus, die hebben helemaal dye gebruikt. Helemaal blauw. Oké, hetzelfde pad als Reno ongeveer. Ik ben al zo lang niet bij Reno geweest. En dan hier gok ik heen. Ja. Aangekomen. Oh, jemig. Wow. Hallo? Waar ben ik beland? Hallo? In wie zijn mega hobbit hole ben ik beland? Hallo? Oh my days, wat een massive kamer. Dit is de auto smelten. Jesus Christ, Nathan is echt aan het no-lijven, die jongen. Oh my days, wat groot. En dan dacht ik dat ik niks anders te doen had soms. Chestroom, waar gaat dit helemaal heen? Hallo? Ik verdwaal. Is er ook nog iemand anders hier? Oh, hier is de ingang. Oh my days, wat is dit? Wauw, dit is de ingang. Oké, lijp.
Oké, dan moeten we Nathan zelf nog vinden in dit doolhof. Hallo? Ben ik de enige hier? Oh, hier is nog meer. Hier zijn onze cactusfarm. Hey! Hallo. Hallo, Jesus Christ. Ik verdwaal hier, man. Wat mega groot. En hier ben je gewoon weer verder aan. No shit dat jij zoveel steen hebt, joh. Ik zie die kist vol met echt 2 stacks vol met steen, joh. Ja, 2 stacks, 2 kisten. Doe eens mee. Dit is een beetje de farming district trouwens. Ja, ik merk het. Althans, ik merk het. Ik kan je gewoon verdwalen, joh. Hier, kijk maar in deze kist. Jezus, gewoon weer een volle kist met steen. Ja. Wel mooi, man, dit. Ik vind het wel echt leuk. Het duurde heel lang voordat ik dit een beetje had, dit design. Ja, ik dat snap ik. Zij geweest om het een beetje te herhalen. Nou, dat is toch juist leuk. Wow, dit is je slaapkamer. Ja, dit is cool. Wat een mooie slaapkamer. Het is gewoon echt een bed in een lege kamer. Ja. Ik ben een beetje slecht in interieurs. Nou, als je dus ooit nog supplies zou gaan versteen of zo. Ja, dan weet ik naar wie ik toe moet. Je moet het verkopen. Maak een winkel, man. Nou, jongens, dat was de beest van Nathan. En ik vond het oprecht heel mooi. Het is echt een leuke beest. Iemand die gewoon lekker aan het no-life grind is. Nou, Robin is ook weer gejoyed. Dus ik heb hem alweer verplicht om verder te gaan met mij. Robin werkt gewoon voor mij. Nou, we zijn weer aangekomen in ons prachtige Kingdom toetertje. En tot mijn teleurstelling, het eerste wat ik zie is dat René waarschijnlijk al haar blokken weer heeft teruggestolen. Want de hele beacon is gewoon weg weer verpest en gemold. Dat kan ik uitleggen. Wat kan je uitleggen? Ja. Wat dan? Ik ben alles kwijt. Je bent alles kwijt? Oh, je spullen. Je bent dood gegaan. Ja. Maar ik wil met Robin verder gaan aan de bank. Ik ben heel hyped om hier gewoon weer verder aan te werken. Maar ik wil ook eigenlijk andere dingen even doen. Nou, beste walnoot magma. Het kan je soms heet aan je voeten worden. Oeps, groet magma. Waarom? Waarom? Er is zeker magma hierin. Magma blok. Oké, simpel maar stabiel. Zeg maar niet dat mensen hierachter ook dingen gedaan hebben. Nee, oké, hier is alles nog niks. Hier is niks veranderd, jongens. Hier is het veilig nog. Ga weg, ga weg, ga weg. Goed zo. Ja, lekker voor je zombie. Sterf. Ach, nee. Hij is helemaal full netherite, hoor. Gadverdamme. Haha. Hey, aan het werk. Ik moest aan het werk van de baas. Kan ik een deposit voor u openen? Ja, ik wil graag een bot. Ik wil graag een bot doen. René heeft de spullen teruggestolen. Dus we gaan een mind sessie houden. Heb ik ook gedaan met kwarts. Echt? Ja. Waar liggen ze? Hebben we kwarts? Ja, heel veel. Hoeveel is heel veel? Oh! Damn! 11 stacks. Ik heb ook heel veel, check, let op. Damn, zeker, hij hebben samen gewoon nieuwe quartz toegevoegd. Maar ik moet ook een nieuwe farm maken, een automatische farm. Ik weet nog niet waar. Ik heb eigenlijk ook even XP nodig, want mijn Rini Destroyer die heeft nog maar 112, dus daar kan ik niet echt mee minen. XP. Hoeveel XP heb je? Hoezo, waarvoor? Ja, gewoon, hoeveel heb je? Heel veel. Nee, echt heel veel. Hoeveel is heel veel? 43 level. Ja, dan is mijn Rini Destroyer bijna weer helemaal vol. Als jij nou even naar beneden springt hier. Nee, echt niet. Huh? Kijk, onze nieuwe enchanting. Huh? Waar zijn we? Wat? Dit is jullie base niet? Wel. Wacht. Oh my days. Ik dacht al. Nee, dit is echt een hele mooie enchantingkamer. Wat is met mijn oude farm gebeurd? Mijn oude kamer. Mag hij mijn kamer? Kapot. Ik weet niet hoe. Hij is echt kapot. Ja, maar kijk even. Wat? Wie heeft dit gedaan? Ja, dat vragen wij ons ook af. Of is dat niet gewoon in de fik gevlogen? Ja, dat kan ook. Ik denk oprecht dat het in de fik is gevlogen. Mijn prachtige kamer waar ik zoveel hout in heb gestopt. Heb je blokken trouwens, want ik kom niet meer naar boven. Maar zullen we wat anders doen dan hier aan werken? Want dan... ik wil namelijk een keer een automatische farm voor heel veel dingen maken. Zoals sugarcane. Ja, cactus vind ik niet nodig. En ik heb al de perfecte plek daarvoor bedacht. Namelijk gewoon hier. Hieronder, weet je. Hier een ruimte maken. En dan aan meerdere kanten verschillende dingen. Zoals dus een sugarcane farm. Een cactus farm doen we dan toch. Ik bedoel boeien. Pumpkin farm. Gewoon alle standaard dingen. Misschien zelfs kelp. Kan dat? Automatisch kelp? Volgens mij wel. En ik dacht, wat nou als ik jou betaal om me te laten helpen? Dat jij helpt met de automatische dingen. En dat ik gewoon de dingen maak. Hey, dit is de oude kamer. Wow, dit is lang geleden. Kijk. Oh mijn god. Dit is zo lang geleden. Deze kamer. Oh nee, alle designs zijn weg. Wow, dit is echt van mijn tweede video op Content Veen. Ik bouw wel gewoon hier. En dan kunnen we eindelijk een keer gewoon automatische farms maken. En aangezien ik heel veel steen heb gekregen van Nathan, denk ik dat ik gewoon legit stone bricks ga gebruiken voor deze build. Het lijkt me oprecht wel een keer een leuke.
Gewoon stone bricks. Dat is iets wat ik al zo lang niet meer gebruikt heb in een build in het algemeen. Ik denk dat het handig is als we sowieso een trap is naar beneden maken. Dat het zo vet is hoor, dat je een trap naar beneden zou hebben met zo'n ingangetje. Ja, laten we dat maar doen. Laten we maar gewoon een trap bouwen. Maar ik wil een mooie trap. Kijk, en dat gaat misschien een pain in de poepert zijn. Ik wil zo een trap. Ik hou niet van steile rechtstreeks trap. Dus het wordt wel even een lange trap, maar dit is wel een mooiere trap. Ja, maar het is wel mooi hè, dit. Hij mag nu ook bochtjes maken, hè. Als ze nu niet naar de bank willen, kunnen we alvast naar links, weet je. Eindelijk een keer hier wat. Hier heb ik echt gewoon... Ik vind dat brood chill, maar elke keer dat hakken, dat vind ik zo vervelend. Ik wil gewoon dat ik af en toe hierheen kan en dat dan gewoon op mijn button kan klikken. En dat mijn eten er is, weet je. Ja. Maar dan moet je toch wel opnieuw weer planten allemaal. Ja, dat wel. Kijk. Nu helemaal een leuke trap, Robin. Ja, een leuke trap. Oh, jemig. Kunnen we paaltjes erin jieten? Ik heb echt veel te veel projecten eigenlijk telkens op hetzelfde moment gaande. Ik denk dus dat het hout, dat ik het met houten paaltjes wil doen. En dan toch nog steeds met stone bricks. Ondanks dat hier alles natuurlijk andesite buiten is. Gewoon puur een keer voor de verandering, weet je. Laat ik eerst even die muur hier op zijn minst weghalen. Ik vind het leuk dat ik zeg het net, ik heb zoveel projecten tegelijk lopen. Maar ik vind het wel leuk. Het houdt het een beetje minder saai-achtig. Ik weet niet of ik dat de goede benaming kan noemen. Het houdt het gewoon wat chiller. Het feit dat je meerdere dingen tegelijk, dat je niet consistent met hetzelfde maar bezig bent. Dat je denkt, oh, moeten we hier aan verder en zo. Dat is wel echt heel chill. Oké, laat ik nu even de pilaren maken waar ik ze wil. Ik wil eigenlijk om de drie doen, dat vind ik altijd leuk. Ik zie hier weer drie ertussen. Alleen kom ik dan niet uit. Dat is het enige probleem. Het hotelletje, jongens, daar ben ik ook al een tijdje in geweest. Dat zou zomaar eens weer een abonneer op Rick Voorspring kunnen staan. Maar, ha! Meer magma! Alright, we zijn helemaal tot... Ja, dat is wel ver genoeg. En ik denk dat we daar dan gewoon de ruimtes kunnen maken met de farms. Wat doen we nu dan? Wil jij vast die ruimte daar maken? Wil je me nabouwen hier ofzo? Of... Nee, ik ga wel vast beneden aan de slag. Dan prima. Dan hebben we meer progress. Ja, ik kan het zeggen. Dat is leuker. Oké, Robin is vast lekker aan de slag. Ik ben hier begonnen met dit bouwen. Het is wel natuurlijk gewoon met mijn spruce hout. Dat moet wel, dat is een verplichting, hè. En dan lekker carve ook weer. Sommige mensen houden niet van het carved wood, maar ik vind het echt amazing. Robin is even materiaal halen om de beacon te fixen. En ik maak even snel dit gedeelte hier af. En ik heb wel een leuk idee hoe ik dit kan doen. Dus met wat ik al eerder zei, is stone bricks. Iets wat ik bijna nooit gebruik in een build. Maar het lijkt me wel echt een keertje leuk om te doen. Zo, dan zijn de randjes mooi afgezet. Hoppakee. Kijk, dat ziet er altijd al zoveel beter uit, hè. Kijk, en dan gewoon niet al te moeilijk. Niet te moeilijk design. Dat vind ik ook wel een keertje leuk. En ik kan nog allemaal dingen toevoegen. Maar ik hou het gewoon een keertje simpel. Nog wat mooie trapdoors erbij. Die halverwege zitten. Telkens eentje lager. Oeh, dan eindigt die precies op de helft. Toch? Oh nee, niet iets hoger. Maakt niet uit, het gaat om het idee. Ah, kijk, nu vul ik wel telkens de helft. Ja, dat kan. Af en toe een trapdoortje hier en daar ertussen in het plafond. En nu mooie lichten toevoegen. Je bent niet speciaal genoeg voor twee cadeaus. Iemand heeft dit in mijn kist gestopt. Wat een loser. Ik heb overigens maar twee lanterns. Ik heb er gewoon meer niet. Ik heb mijn ijzer. Ik moet echt minen. Mijn ijzer is gewoon op. Alles zit in die beacon die Robin overigens gestolen heeft. Kijk, oeh, in het midden. Dat komt perfect uit. Oké, nu heb je gewoon toch deze aansluiting zo. Dat klopt helemaal netjes. Dat moet wel gewoon goed zijn. En dan kom je in het huisje zo. Of in het huisje in de gang. En dan hier. En dan gaat hij daar naar beneden. En dan komt daar een mega ruimte waar Robin aan gaat beginnen. En ik denk dat dit wel een leuke stijl is om een keertje in te werken. Je bent hem ook echt gewoon hier beneden aan het bouwen. Ja, want dan heb ik de meeste... Weet je überhaupt wel wat hierboven zit? Nee, geen idee. Zal ik eens kijken voor je? Oh, trouwens, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Die straal. Ja, waar gaat die straal heen? Geen idee. Ik ga voor je kijken. Oh, nee. Midden in de muur zeker. Ja, midden in de grote muur. Oh, nee. Oh, wacht, althans. Even kijken, hoor. Ja, je zit echt in de muur. Hij gaat waarschijnlijk dwars door de muren heen. Maar dat is niet erg. Ik hak het allemaal weg. Als ik nee! In de muur is het gevaarlijk. Help! Iemand, er is een zombie met vol ijzeren armor hier. Ah, oké. Okay. Oh mijn god, hij komt ook echt hierboven uit. Wat een ei. Als die zombie hierin springt, zijn we dood. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kill hem. Kijk, nu hebben we gewoon goeie toeien. Yay, we hebben weer haste. Nu kunnen we weer prrrr doen. Hoe kan jij eens leven met zo'n donkerheid? IJzer! Nou, gewoon. Zo, ik heb gewoon licht hoor, want ik heb die toorts op mijn kop. Oh, maar jij bent een toorts op mijn kop. Ja, jij bent ook mijn lichtpuntje in de heldernis. Donker. Ik ben je lichtpuntje in de heldernis. Wat is heldernis? wat is heel ik? Jij kan met heldernis. Wow, je kan hier gewoon overheen rennen. Moet je zien, dit is de nieuwe stijl trap. Oh, wat is dit raar? Ah. Hey, hallo. Hallo. Ik wil weglopen, maar ik moet een contract hebben, hè? Hey, hallo. Ik heb nooit gezegd dat ik je zou betalen. Dat is wel waar. Flashback. Nee. En ik dacht, wat nou als ik jou betaal om me te laten helpen, dat jij helpt met de automatische dingen en dat ik gewoon de dingen maak. Dat gaan we niet doen. We gaan niet flashbacks in deze video gooien.
Dat heb ik dus echt niet gewist, dat flashback. No? En bij bijvoorbeeld zo'n automatische aardappelfarm of zo, ja? Dat het eerst naar een paar ovens gaat. Oeh, ja, dat je gelijk het automatisch smelt. Dat is een hele goeie. Het leukste aan allemaal is dat dit zo hoog is. Het is gewoon echt hoe laag je komt, hoe hoger die ruimte is. Het is helemaal geen krappe trap of zo. Een krappe trap. Weet je wat we misschien wel kunnen doen? We kunnen een automatische kelpfarm maken die dan gelijk naar een furnace plekje gaat waar in plaats van kool kelp wordt gebruikt. Is dat een ding? Dat is volgens mij een ding. Je kan toch kelp gebruiken? Oké, dan maken we het laatste beetje hier af. En dan is het tijd om arms te gaan maken, I guess. Robin is al heel ver met het uithakken hier beneden. Ah, ik ga dood. Ik ga dood. Nee. Ga je echt dood? Ga je dood? Is het zo druk daar? Wat een... Ha, ha, ha. Je bent dood! Ik ga ook dood! Nee, ik had hier nooit in moeten springen. Ah! Oh mijn god, er is hier een... Oké, jongens, we moeten Robin's spullen redden. We moeten Robin's spullen redden, want dit kan niet. Oh mijn god, nee, dit ga ik niet overleven. Dit ga ik niet overleven. Oké, jongens, daar gaan we. Robin's spullen. Come on. Come on. Ik kan het, jongens. Ik kan Robin's spullen redden. Het mag echt niet hier spannen. Oh, de zombies vallen me niet aan. Ze vallen me niet eens aan. Hoezo niet? Oh mijn god. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik vind het niet leuk. Waar zijn zijn spullen? Waar zijn zijn spullen? Robin? Robin's spullen. Oh mijn god. Oh, hij is hier naar beneden gevallen. Oh, ja, 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 ja. Oh, alle snelle onzin ditje. Zijn spullen mogen niet despawnen. Ik moet hem helpen. Ja. Oké. Okay. Alright. Alright, we hebben zijn spullen. Jongens, Robin is echt op de meest verdrietige manier doodgegaan hier ooit. Maar hij is gered. Hij is gered. Oh mijn god. Laten we hier maar snel omhoog gaan en doen alsof we hier nooit zijn geweest. Wauw, wat is hij ver naar beneden gevallen. En wat is hij unlucky dat hij niet in dat water viel. Oké, de spawner die gaan we afbakenen. Want die kunnen we... Het feit dat hier een spawner is, dan kan ik zo dicht aan huis een automatische XP farm maken. Of automatisch gewoon een XP farm. Ik weet alleen niet waarom die zombies me niet aanvielen. Kijk, we hebben hier een nieuwe disc. Laten we hier even troep van Robin instoppen in deze kist. Een zadel, dat is ook wel een keertje leuk. Twee zadels zelfs. Oh mijn god, wat een hel was dit. Wat een hel was dit. Waar belanden we in? Waar is überhaupt de uitgang? Hier. Robin is weer dood. Ik haat alles. Begrijpelijk. Wat doet de creeper in mijn dingen zo? Spannen er nog wel beesten of zo? Is het nog zo donker? Ja hoor, daar heb je hem alweer. Uit mijn leven. We kunnen letterlijk ook hier bij mijn base eindelijk een XP farm maken. Ja. Maar jij hebt zoveel ongeluk hoe jij daar naar beneden viel, hè? Ja. Ik zo stuk toen ik erachter kwam dat jij op die manier dood was gegaan. Ja, je bouwde die snel naar achter. Ja. En ineens is er gewoon een gat. Ja, maar dit is toch lullig. Ja, dat is echt gewoon helemaal kut. Nou, heel avontuur tussendoor. Nu kan ik daadwerkelijk verder met waar ik mee bezig was. Namelijk dit hier afmaken. Wat ik net al zei dat ik eigenlijk ging doen. Maar ja, Robin moest weer bijna doodgaan, hè. En het hout is alweer op. Oh nee, moet ik alweer hout gaan hakken? Ik hak alleen maar hout. Alles hier is van hout. Alles kost hout. Ik moet echt gewoon vragen of iemand een houtwinkeltje voor me wil openen. Gewoon puur voor mij. Nou, dan voegen we weer het randje stone bricks toe. Hoppakee. Nu alle dingetjes ertussenin. Oftewel de enderside, wat me waarschijnlijk te veel enderside gaat kosten. Ik weet niet of ik zoveel heb. Ja, ik heb trouwens van Nathan. Dankjewel, Nathan. We gaan het gelijk gebruiken. Ik heb van Nathan heel veel enderside gekregen. Dat kunnen we gelijk mooi inzetten. Kijk, daar hebben we het. Oh. Vullen we hier alles op met enderside, zoals al eerder aangegeven. Oh mijn god, maar ik vraag me af of ik wel genoeg enderside gepakt heb om dit allemaal op te vullen. Want zoals ik het nu zie, heb ik was dit gedaan. Die muur en die muur en die muur. En ik heb op zich nog wel veel, maar het is best wel meer dan ik dacht om te plaatsen. Dan de walls, waarvan ik er veel te weinig heb. Maar dan bedoel ik ook echt veel te weinig. En misschien dat ik er hier, omdat ze zo lang zijn... nog wat vensters tussen proppen. Want ja, het is wel heel eentonig om enkel walls te gebruiken, denk ik. Zoals verwacht heb ik dus ook gewoon niet genoeg walls. Ik heb nu nog maar 7 over en dan red ik net 1 blokje aan dit. Nou, die plaats ik hier en dan heb ik net te weinig. Dus, ik heb even wat meer nodig. Maar volgens mij heb ik dat wel. Ja, ik heb hier gewoon nog stone bricks, joh. Komt goed. Easy. Hier, hatseflats. Hebben we weer een stack. En dan plaatsen we die alsof het niks is. De trapdoors komen dan op hun plek. Dit ziet er perfect uit. Dit is een precies goede kamer, denk ik, hiervoor. Ja, dat denk ik ook. En dan kan hier gewoon een farm, hier een farm, hier een farm. Ik kan aan één kant gewoon de etensfarm, zoals potatoes, carrots en wheat gewoon, weet je. En aan de andere kant wil ik dan de sugarcane, de kelp en de cactus hebben. Ik heb trouwens dit weggehakte ding. Dat is al, ja? Dat kan al de muur zijn, zeg maar. Ja, dat is top. Kijk, dan heb je 6 in het midden. Dat is vet groot, maar ik denk dat ik dat juist wil doen. Want de trap is al met 3. Want hier wil ik 3 dingen in totaal hebben. Moet even kijken hoe breed het is en dan gedeeld door 3. En dan daar de paaltjes, weet je. Zo hebben we gewoon een nette kamer, Robout. Had ze flats. Wat dachten we ervan? Ja. Ja, dat dacht ik dus ook al. Even denken hoor. Ik denk dat het eten allemaal naar per...
dinges kan activeren, weet je. Ja. En maar ook via één. Dus dat ik kan zeggen, ik wil gelijk alles in één keer doen, maar ook per. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat het wel per dinges in een losse kist komt, weet je. Dus hier een kist, daar een kist en daar een kist. Dat niet allemaal in één grote komt. Want dan kan ik het wel gewoon sorteren een beetje. En dan bijvoorbeeld de potatoes komen gelijk gekookt aan. De carrots komen los aan. De seeds en de wheat komen allemaal op hun plekje aan. Alright, het hele pad hier is af. De belichting is gedaan behalve op dit plekje hier. Zoals dit en daar dan een licht. Ja, kan die weg, plaats ik die weer hier. En dan hebben we gewoon dit helemaal gecreëerd, dit hele pad naar beneden. Hoe leuk is dat? Het is vet hoog, het is vet groot. Robin is vast begonnen met het uithakken van dit hier allemaal. En daar is hij ook lekker snel mee, want we houden echt van die beacon, jongen. Dat is echt top. Doe maar jongens, mijn headset viel uit. Dus dat was voor mij een teken. Het is tijd om te stoppen en deze video te gaan editen, want hij komt vandaag al online. Ja, ja, voor ben je nou degene die deze video kijkt, terwijl die echt net een paar uurtjes geleden online is gekomen. En dan is hij dezelfde dag gewoon opgenomen. Hoe leuk is dat? Dan ben je gewoon van een exclusieve game. Hier gaan we binnenkort ook wat maken, want dan is dit gedeelte gewoon helemaal, voelt het helemaal af en gezellig, weet je. Hoe leuk is dat nou? Prachtig dit, leuk. Maar voor nu jongens, mijn schoenen zijn stuk. Nee, mijn schoenen zijn gewoon stuk. Aw, man. Even in de chat voor mijn schoenen jongens, als je nog steeds de video kijkt. Dankjewel voor het kijken in deze video. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even en dan spreek ik jullie later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer, doei. Yeah.